zeggen vaak dat er bij een derby meer komt kijken dan alleen de punten of de plek op de ranglijst. Dat was vandaag zeker het geval. Ja, maar daar zijn het ook derby voor. Ik bedoel, de plek op de ranglijst, dat was voor ons heel belangrijk om de aansluiting te maken. Want uiteindelijk is het zo, wij kijken ook naar beneden. En de ploegen die rondomheen ontstaan, die hebben allemaal goed zaken gedaan. Dus wij moesten vandaag gewoon winnen. Er was maar één opdracht, dat was deze wedstrijd winnen. En of ik nou mooi win of lelijk win, maar winnen was belangrijk. Ja, jullie hadden al heel veel kansen in de eerste helft, ja. Maar dan weet je inderdaad toch nog niet echt te beslissen. Waar lag het aan? Nou ja, goed, kijk. Dat je kansen creëert en dat kansen gemist worden, dat is waar. Kijk, met de rust kan het ook gewoon 3-1 zijn. En het is niet zo dat Linde geen kansen gehad hebben. Die hebben ook kansen gehad en mogelijkheden gehad. Maar wij kregen echt, als je vrij voor de keeper komt, ja, goed, dan heb je echt een 100% kans. En Robbie Holder had in de eerste helft had hij hem al in feite al op 2-0 kunnen zetten. En later zelfs nog een kans op 3-0. Maar goed, dat het uiteindelijk 1-0 staat, blijft altijd lang spannend. Ja, en dan op een gegeven moment dan is er die penalty. En dan escaleert het daarna nog even. Dat was fout van twee kanten. Nou, weet je, ik vraag me af of dat het inderdaad een pengel was. Dat is heel raar wat ik nu zeg. Maar ik hoor net van alle kanten, en ook van mijn keeper en Sebastian, die zeggen ook van, ja, maar dit was gewoon geen strafschop. En uiteindelijk wordt er een strafschop gegeven. Ja, dan accepteer je dat. En dan staat het gelukkig, staat het 2-0. En dan wordt het 2-1. En dan heb je nog een minuut of 7 te spelen. Weet je dat er wel blessuretijd bij komt. Ja, dan wordt het toch nog hectisch. Alleen dan hebben we een fantastische coach. Dat is onze lobkoning. En die legt hem gewoon weer fantastisch binnen. Dat is ook een kwaliteit. Ja, die zullen we nog wel een paar keer voorbij zien komen dit weekend. Dat doelpunt. Ja, geweldige goal. En even daarvoor had hij ook natuurlijk al de kans om de derde te maken. En het gekke is, uit die kans krijg je de tegenaanval. En dan komt dus in feite dat je de 3-0 maakt, wordt het 2-1. En dan, ja, dan wordt het toch weer even spannend. Maar dat is voor die wedstrijd is het goed. Kijk, dit leeft hier. En elk jaar zijn dit voor ons topwedstrijden. En dat is mooi. Hè? Daar genieten we echt van. En we hopen dat er dan ook veel mensen komen. Ja, en als je dan uiteindelijk aan het langste eind trekt met 3-1, is het wel lekker. Lekker gevoel. Ja, 14 punten uit 12 wedstrijden nu. Ja. Stemt dat tot tevredenheid? Nee, want we zijn heel kritisch op elkaar. En nogmaals, ik zie heel veel wedstrijden in de tweede divisie. Ik ga ook bijna alles kijken als het kan. Mijn tegenstanders zeker bekijken. Ik heb gisteren Katwijk tegen IJsselmeervoort gezien. Hele moeilijke wedstrijd voor Katwijk. Dus we weten ook weer dat we volgende week vol aan de bak moeten. Tegen een club die 5 keer achter elkaar verloren heeft. Maar goed, dit is wel voor ons belangrijk om hier naar het volgende wedstrijdje toe te leven. En als we dan ook kijken naar het publiek wat er vandaag aanwezig was. Ja. Zou het eigenlijk elke week moeten zijn, hè? Ja, dus dat zou het eigenlijk elke week moeten zijn. Maar nou eenmaal, wij weten gewoon en dat is ook niks te nadelen van deze competitie. Maar wij spelen natuurlijk heel veel wedstrijden tegen zaterdagteams. En de wedstrijden tegen de zondagverenigingen, dat hebben we dan gezien tegen de Treffers. Dat hebben we dat tegen Achilles 29, van oudsher ook een zondagclub. Dat trekt gewoon op zondagmiddag hier veel publiek. En dat is voor ons wel heel belangrijk. Alleen, de publieke belangstelling valt tegen als we bijvoorbeeld op een zaterdagavond moeten spelen om 6 uur. Dus we gaan kijken toch wel of dat we misschien wel omstandigheden kunnen creëren dat we bijvoorbeeld naar die zaterdagmiddag gaan van 3:30. Maar goed, we hebben wat jongens die nog werken. Dus dat kan niet altijd. Maar we gaan het wel proberen. We gaan kijken of dat we dat kunnen omzetten. Maar die zondagmiddag is toch wel, vind ik toch wel een lekkere middag. En dan nu weer even de focus op volgende week. Ja, volgende week IJsselmeervoort. En we weten wat, ik heb ze gezien. Gisteren, we weten dat het een hele moeilijke tegenstander wordt. Ook een ploeg die in die mineur is. Hè? Want we zijn er allemaal overheen gegaan, volgens mij zelfs. Als ik het goed constant gezien heb. Ja, en kijk, als je 5 keer achter elkaar verliest, dan weet je ook dat de volgende thuiswedstrijd weer een hele belangrijke is. Veel succes.